Ben je wel eens heel erg verkouden geweest? Zo erg dat je neus dicht zat, je door je mond moest ademen en je slijm ophoesten? Je weet dat het tijdelijk is en toch wil je niets liever dan een middel dat je instant lucht geeft. En een flinke stamppot eten of een slijmvormende drank drinken, dat doe je liever ook niet, want je komt al ademtekort. Stel je nu eens voor dat deze problemen niet overgaan, dan is er behoefte aan deskundige hulp. Bijvoorbeeld als je thuis woont en tijdelijke ondersteuning nodig hebt, opgenomen bent in het ziekenhuis en nog niet genoeg bent aangesterkt om weer naar huis te gaan. Of wanneer je merkt dat thuiswonen echt niet meer gaat. En verzorging of verpleging door deskundigen noodzakelijk is. In Nederland zijn ruim 108.000 mensen dag in dag uit extreem benauwd. Hebben veel pijn en hebben behoefte aan verzorging en of verpleging. Er is een tekort aan specialistische verpleegkundigen. Er zijn geen verpleeghuizen die uitgerust zijn met de apparatuur die voor deze zorg nodig is. En er zijn geen richtlijnen. COPD Huis Jan biedt de oplossing met een zorglocatie die uitgerust is met alle nodige apparatuur, deskundig personeel. Het samen met patiënten en specialisten opstellen van ontbrekende richtlijnen. Het scholen van verpleegkundigen die thuis en in het verpleeghuis de specialistische zorg kunnen geven. En ondersteuning voor de naaste en mantelzorgers. Er is tijdelijke opvang om aan te sterken na ziekenhuisopname. En wie niet meer thuis kan wonen, krijgt zorg op maat in een woning in het COPD-huis. COPD-huis Jan staat in verbinding met de buurt, wijk en stad. Er wordt vers gekookt. Er is in- en uitloop van bedrijven en bewoners. Er wordt samengewerkt met patiënten en familie. Met 108.000 patiënten is COPD-huis Jan aanwezig in de regio's waar zij nodig is. Het enige wat ervoor nodig is, zijn gebouwen en geld. De rest organiseren de professionals van COPD-huis Jan. Specialistische zorg is een must voor de 108.000 mensen die acuut zorg nodig hebben. Omdat ze dag in dag uit in een ademnood zijn die nooit meer overgaat. Maar ook voor de zorgverleners en mantelzorgers. Want ademen door een rietje gunnen zij hun patiënten en dierbaren niet.